Double pressed beef jerky. Na de Winter of Wicked warm-up gaan jullie door met 2 rounds met 1 dumbbell. En daarna 1 ronde met 2 dumbbells van 3 dumbbell shoulder press. Dus je houdt je buik, je billen, benen helemaal aangespannen, strekt je benen en je duwt uit omhoog. 3 keer, daarna 4 keer een dumbbell push press. Kleine dip, explosieve drive en je duwt uit boven je hoofd. Je strekt pas je armen als je benen helemaal gestrekt zijn. Daarna 5 dumbbell push jerks. En een push jerk is springen en landen. Heel goed. De workout is 5 rondes van 5 dumbbell shoulder press, 6 dumbbell push press en max reps dumbbell push jerks. En dat doe je telkens voor tijd en voor herhalingen. Dus die laatste set max reps, dat ga je gewoon door totdat je echt niet meer kan. Nou, bij de warming up, je doet natuurlijk ook nog 1 ronde met 2 dumbbells. Maar net staat al klaar. 3 dumbbell shoulder press, 3 dumbbell push press en 5 dumbbell push jerks. Dan, het toetje is 3 rondes van 50 double taps. En 25 air squats. Voeten schouderbreedte, heupen naar achter en naar beneden. Zo diep als jij kan. Let's go!